Zondag vond de jaarlijkse Ebbersdag bij Stal Ebbers in Beek weer plaats. En dit keer voor het laatst. Stal Ebbers organiseert elk jaar de Ebbersdag, waar alle groepen van de manege optreden voor publiek. Dit keer was het dus tevens een afscheid voor iedereen. We zijn bij Stal Ebbers en vandaag is de bijzondere Ebbersdag. Dat betekent dat allerlei groepjes hun optredens doen met paarden. Nou, wij gaan zo even rondkijken, maar het is een dag met een lach en een traan. Het is een feestdag, maar het is ook de laatste week die aangebroken is voor deze stal, helaas. Nou, de Ebbersdag is een jaarlijks feestdag voor onze ruiters en amazones van de manege. Het is ieder jaar weer een grote happening. Van tevoren gaan we heel veel voorbereiden met alle lessen, alle kinderen. Iedereen vindt het leuk, wij vinden het ook heel erg leuk en gezellig. Tijdens de Ebbersdag laten alle ruiters en amazones hun rijvaardigheden zien. Van jong tot oud, de hele dag door, zijn optredens van allerlei disciplines te bekijken. De kinderen doen een dressuur, een carousel, op muziek rijden, spelletjes, een race, springen. Wij gaan spiegelrijden. Dat betekent dat je zeg maar één persoon en een andere persoon hebt die eigenlijk het spiegel gaan rijden. Dus er zit een spiegel midden in de bak en je doet precies hetzelfde, alleen dan in het spiegelbeeld. Wij komen voor een paardenoptreden, of in ieder geval heet het. En mijn nichtje die mag straks op het paard hier rijden, dus we komen kijken. Ieder mag zichzelf zijn, of je nou helemaal strak in het pak komt of op je gele rubberen laarsjes met een legging aan of wat dan ook. Iedereen moet voor zichzelf zijn. Ja. Dat is met een glimlach komen en met een glimlach weer naar huis gaan. Stal Ebbers is een echt familiebedrijf, ooit opgericht door de ouders van Mariska en Nathalie. Na tientallen jaren is de stal een echt begrip in de regio. Deze laatste Ebbersdag is dan ook een afscheid voor iedereen. Het is een beetje een aderlating voor Beek. Veel dames, enkele heren die hier in Beek lekker op het fietsje heen konden gaan. Dat was echt een fantastisch onderkomen. Het is denk ik onze 29e, 30e Ebbersdag. De manege bestaat 55 jaar. Onze ouders zijn ermee begonnen. En die zijn nu heel erg druk, overal ook mee bezig. Maar ja, die hebben het opgezet en wij zijn erbij in gerold. En we gaan het heel mooi met ons vieren afsluiten. Ja.